zo werd de Nijzel onder zijn regenhoes vandaan getoverd en was de onthulling van het kunstwerk op de rotonde Venloseweg Steinhagenstraat een feit. Burgemeester Ryan Palme mocht geholpen door hulpburgemeester Jeroen Gommans het zeil van de IJzel afpellen. Erik, kunstwerk zojuist onthuld. Lang naar uitgekeken? Ja, lang naar uitgekeken. Nou merk ik dat er spanning en dat er, last niet, maar een gezonde spanning van me afvalt. Je stiet op de sokkel, burgemeester heeft het mooi onthuld. Het is klaar. We kunnen het kunnen afsluiten en er gewoon van genieten. Hoe lang hebben jullie er naartoe gewerkt? Met de werkgroep hebben we er zeker 2,5 jaar aan gewerkt. Iets waar Zevenum trots op kan zijn. En dat werd in zijn toespraak ook nog eens bevestigd door de burgemeester die zelf ook in Zevenum woont en ook al dat gevoel begint te krijgen. Ja, en de ezel natuurlijk voor altijd verbonden met de derp. Het symbool eigenlijk van de trots, van de geuzennaam eigenlijk, die we hier in Zevenum hebben gekregen. En de trots destijds dadelijk groen door op de rotonde, zodat of ze nou van Venlo afkomt, of ze nou van Hegelsum afkomt, of ze nou van Grubbevors afkomt, mag er eigenlijk niet uit. De wits wordt ze bezig, namelijk hij in Zevenum, waar die mensen ontzettend trots zien op hun derp, waar ze allemaal net een beetje weerser zien als op een andere plek misschien nog wel, waar ze allemaal net wat eigenzinniger zien nog met elkaar, maar waar ze ook door in deze laten kijken wat ze samen voor elkaar kunnen krijgen. En dat de Zevenumers nog lang trots kunnen zijn op hun ijzel, legt de maker ervan nog eens even uit. Het is gemaakt van kortenstool, 3 mm dik. En kortenstool is eigenlijk plaatstool, maar er zit wat meer koper in. En het koper zorgt ervoor dat de plaat niet door gaat roesten. Dus ja, goed, het heeft gewoon even tijd nodig. Dit weer is eigenlijk perfect voor de ijzel. Want nu de zuis al boven, waar geslepen en gelast is, daar is het materiaal eigenlijk is de walsuit voor weg. Door kan het al goed lekker gaan roesten. En ik denk dat het nog wel een half jaar tot een jaar zal duren voordat de gans mooi broen is. En die oxidehuid die wordt zo hard door de koper dat de afsluiting krijgt van water en lucht. En daardoor zal het niet door gaan roesten. En dat moeten we natuurlijk hebben, want hopelijk stiet het er nog een aantal jaren. Best wel fijn zien.